Oh, het is de mensen te loren. Welkom mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. En we zijn vorige keer geëindigd bij de verdiepingen om even te loren naar wat mensen hebben gebouwd van de crew. En we zijn hier bij het kantorencomplex en dit keer zijn we beland bij Leroy. Mm-hmm. Samen met Biepster, Gio, Pieter en Bram. Cadeautjes. Ja. Leroy Meijs, natuurlijk alles in groen, de dino kleur. Wat doe jij dan? Ja, ik wou zo'n dino-snack nemen. Ik probeerde dat knopje in te drukken, maar toen ging mijn hand er in één keer doorheen. Dus ik kan nog wel... Ik probeer het eens. Nee, hier blijven we even weg. Weg. Geheim. Geheim. Dit is zijn kamer. Wat staat hier allemaal? De donderbaan. Oh, wat leuk. Een foto van de donderbaan. De Cars, anno 2014. Met onze leuke medewerker erop. En heb je, zoveel mensen weten het niet, maar ik sta ook op die foto. Ja, daar. Helemaal het hoekje, ja. Echt waar? Ja, kijk maar. Nee, ja. Helemaal het publiek. Zie je het nou van? Het is echt een Easter egg, hoor, is het. Schattig. Ik vind het ook zo leuk om te zien. Ik sta daar in het hoekje met mijn pickaxe. Ja, dat is echt een hele leuke foto. Even kijken. En dan Nederlands bier Heineken, Belgisch bier Jupiler. Is dat Belgisch, Jupiler? Ja. Ja, echt, ja. Echt, joh. Vandaar dat het niet te zuip is. Bacardi, vodka en Jägermeister. Hallo, Pieter. Oh, lekker. Hallo. Oh, er was een Belg bij. Sorry. Jupiler is heel goed bier. Heeft u voor lekker mij... weer vandaag. Heeft u voor mij bier? Nee, ik wil bier. Nee, alleen maar taart. Ja, jammer dit. Volg me op Twitter, Leroy Meijns, of mail me Leroy at disneycraft.nl. En hier komen we in zijn dino... Wat is dit allemaal? Hoofdjeskist. Jeetje, oog. Oh, er staan allemaal dingetjes in. En ik zie hier aanraken op eigen risico, het heilige dino-masker. Nou, zo heilig is het niet. Rooie de Mel is er bovenop. Dino's 8. Leroy Meijns, bezoeker, VIP plus crew, VIP, crew plus en admin. Eigenaar van Dino's BV. Oké. Wat is dit allemaal? Leroy Meijns producties. Leroy Meijns, kun je weer door de muur? Nee. Nou? Nee. Hoe doen muur? Nee. Een to-do man. Oh, wat een mooi. Staan we oude medewerkers op deze foto, joh? Dennis, ik bedoel Koen en Joey. Irma. Joey, ja. De Joey met zijn derp face en zo. Oh. Ja, Joey. Not. Leuk, joh. En Sam Robin. Staat er nog op. Robin, daarachter. Oh, Sam is dat. Die uit. Ja, staat er ook. Ook nog, ja. Oh, leuk. Ja. Ja, joh. Leuk. Echt een oldschool foto, dit hoor. Ja. Echt, hè? Even kijken, draak en ei van Irma stelen als ze aan het slapen is. Deo en parfum kopen voor Robbie omdat ze zo tegen de stank. Kantoor van Kenzo binnendringen en koekjes stelen. Kamer maken om alle cadeaus van Zagerskop te bewaren. Alle flamingos van Robben veranderen in dino's. De magische lepel van Bram stelen uit de vaatwasser. Arno opsluiten in de vriezer en zijn fiets stelen. De buurman van Jens overal en friet stelen. De ene donskussens van Vincent verstoppen. Het Captain America outfit stelen van Saruman. De frietpan van Dennis leeggooien, rollator van omaatje in de grote vijver dumpen, Kevin de gaas overrijden met mijn turbo grasmaaier, de kamer van Jeffrey volplakken met Ajax stickers en snatenplugin van Justin vernietigen. Leuk. Echt heel sterk. Geweldig. Episch dienerswaard. Geweldig. Episch dienerswaard. Leuk, echt leuk bedacht. Ja. Dit is echt een hele creative kamer. Hoe komen die nou weer boven? Via de grootuitgang, denk ik. Via de geheime trappen. Oh ja. Ja, maar via de trap aan de zijkant. Oh, ja, daar sta ik de geheime trappen. Ik ben de lever niet kwijt. Oh, dit is een hele mooie ingerichte kamer. En dan gewoon expres gewoon een stuk taart op de grond gooien daar. En dit is the dus... The cake is a lie. Kenzo, Red Zone crew. Ontslagen, volgende vergadering. Nou, de volgende is van... Herman. En Herman, wat heeft Herman? Oud medewerker ook. Wat heeft hij hier gemaakt? Hij heeft allemaal laptops hier neergezet. Het is een beetje zijn gaming idee. En hij heeft een chill hoekje met een paard. Sir, wat stond erop? Ga eraf. Sir Sifs Patrick. Zeg maar, ik even heb geen idee. Ik ken echt geen idee. Inderdaad. Hij heeft ook allemaal van die lilybeds. Wel leuk, maar dat item frames zuigt een beetje. Moeten we maar even daar naar kijken als je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Even de item frames vervangen voor science als je wil. Even kijken hoor. Dat moeten we dadelijk doen. Of iemand wil of die items veranderen. Voor de mensen die server en itemframes kunnen lag geven. Dus onthoud dat eventjes dat je daar... als je een server maakt, gaat dat niet te veel gebruiken in een server. Het kan heel mooi zijn, maar het kan ook niet leuk worden voor je Minecraft. Dus ik verwijder ze even nu ter plekke. Zo. Dan maar geen leuning hoor. Oh! Oh. Even kijken hoor.
Gaan we weer verder. Kijk dan, even nog een leuk grapje wachten. Maar even daar doen. Let op. Even weg, moet even achter me zijn. Even achter me, jongens. Even allemaal achter me. Kijk, ik fix het zo hoor. Kijk. Stoelgang. Ja, sorry. Ja, sorry. Ja. Oké, okay, we gaan door. Herman, oké, waar we hier? Dit is van Kevin. Onze Nagaas. Nagaas. En hij heeft een soort van thuisbioscoopje, zie ik. Wat heeft hij nog meer? Brand hier. Huh? Oh, een open haartje of zo. Een open haartje, ja. Lam in de pan. Een flinke keuken. Een oven. Maar waarom die oven niet op zijn tafel zet, snap ik niet. Maar gewoon in de lucht. Is dat een magnetron misschien? Of een magnetron, ja. Die zit dan op de... Misschien aan de muur bevestigd. Magnetron zo niet in de lucht. Ik heb het niet echt. Leuke kamer ook dit. We gaan door. Oh, en een camera, bewakingscamera hier zit. Grappig joh. Een colt. Zie ik hier boven de deur. Ja joh. Die hebben we gehad. Hebben we de verdieping gehad? Ja, vandaag? De verdieping was... En staan mensen nog steeds te wachten hier? Nee. Oké, dan kunnen we gewoon weer rustig. Jammer. Oh. Afgesloten. Overstroming van Heineken. Oké. Okay. Even kijken, wat gaan we hier doen? We gaan naar de eerste. Op de verdieping 4. En die is van Thomas Otter. Die heeft heel veel ingericht. Nou ja, niet zo heel veel, maar wel wat. Die heeft een heel mooi bed, dat weet ik in ieder geval wel. En hij heeft, even kijken, een paar posters hangen. En dan staat er, u verlaat nu Huizen Otter. Bedankt voor uw verzoek. Nou, dat was een hele korte rondleiding. We gaan door met Pieter, jouw flat. De mooiste kamers. Eland, oh leuk dat elandje joh. Ik zit op het eland. Kom maar. Ik zit op het eland. Oh, hallo? Hallo, waar zit ik in Vodstaan? Oh. Kom van dat dak op. Golfbaan, oh, dat is wel een heel erg kleine golfbaan. Zou je niet dan, zeg maar, je kan je nooit je ding in krijgen. Doe dan Vincent. Zo. Ja? Ja? Mooi. Wat dan? Ik dacht al, wat stinkt het hier zo? Oh, ja. Spanjaar, hallo. Wie is dat, joh? Dat is een heks. Hallo, heks. Oh. Gaat het met jou? Gaat het met jou, heks? Hoi, heks. Hoe is het, heks? Ze hebben wel een enge lach. Ja, nou, dat, daar is niks veranderd. Ik wil niet veel zeggen, maar er staan twee zombies voor me en een... Eentje in een pak. Lief toch? Even kijken, wat hebben we hier? Wat is er? Die Mikey. Wat is er dan? Hij is een beertje in een panda-kostuum. Oh, wow. Panda. Koala. Pip plus plus crew. De puis. De puis? De poei, dat is Frans. Oh, de poei. Dat is Sint. De puis. De puis. De puis. Mooi, de puis van Notre Dame. De puis van Notre Dame. Robin. Nou, die heeft echt het mooiste kantoor ooit. Echt schitterend. Ja, mooi. Ik moet wat neerleggen, kom anders wat neerleggen voor hem. Als hij dan volgende keer weer komt. Ja, wat neerleggen, oh ja. Het is geen wc, hè? Zo, aap. Kijk hoor, wat gaat hij typen? Piet, je ogen zijn rood. Heb je een lens in? Doe eens in zijn hout terug. Kom op. Oh, je wel zie je daarvan, die skimmel. Skimmel. Oh, Robby, kijk dan, die skin hier. Vind je ook wel leuk, denk ik. Van Moloxmi. Maar ja, die had hij al een tijd, hoor. Met een mooie... met de onder is ook zo'n... wat heeft hij al op zijn buik, zeg maar? Hoe heet dat spul nou? Vacht. Zo'n vachtje. Met zo'n sick vacht of zo. Zo'n sick vacht. Oké, dit is Tim. Oh, mooie uitzicht. Wacht, ik moet even met een kompas. Oh, ik ben spontaan door de kamer heen gegaan met mijn kompas. Ik zie hier een de vliegen door de kamer in Disney. Oh, dat is een hele dikke computer, dit. Dat was Nintendo's 6 of zo. Een hele dikke kamer. Allemaal taart. Dus ook wel niet heel groot ingericht, maar wel leuk. Dus dat was van Tim. Jongens, ik ben moe. Dan gaan we door naar het kantoor van Thomas Otter. We waren al geweest, dus... Ja. Kom maar weer terug. We gaan naar volgens mij een van de laatste verdiepingen, want we hebben een dakterras. Verdieping 5 is de eind... verdieping. Ja. Nou ja, eigenlijk niet hoor. We hebben nog één verdieping hierboven. Nou, dan gaan we naar Bram toe. En Bram zit hier met zijn complex. Loop ik even... geef ik even de rondleiding. Ah. Nee, schoot op. Oh god. Nou, hier heb ik mijn secretaresse Leroy zitten. Ja, dankjewel Pieter. Ja, wat is hier zo? Ja? Oh my god. Mijn secretaresse Leroy. Kijk, Bram heeft de lepels. En ik ook, op zijn hoofd dan. Ja, jij zit op zijn hoofd dan. Kijk, dan hebben we hier je douche. Of is dit niet je douche, dit? Nee, nee.
dit hier is eigenlijk meer echt de plaats waar mensen kunnen vergaderen. Kun je gewoon tegen elkaar zitten, een beetje chillen, meer niets. En dan nice. Heb je hier mijn keukentje. En dan heb je hier het belangrijkste, mijn eigen scheidspaleis. Oh, dat moet ik wel even laten zien, jongens. Dat is echt beesten. Wat ruikt en zo vies. Oh, dit is de keuken van Hertog. Er staat wat aan te branden. Maar nee, je gaat door. Kom je ja, hallo. De lepel ooit van kloppen gehoord. Wat is er? Oh, nee, het is de scheid hier. Kijk, het scheidhuis. Het scheidpaleis. En er staat er ook in deze kapel buikbrandworsten zonder vuil. Wat? In deze kapel maak brandworsten zonder vel. Ik vind hem. Heb je die zo bedankt, Bram? Ja. Leroy. Leroy toch? Of Leroy was het, denk ik. Dus. Waarschijnlijk Leroy, ja. Even kijken. Saruman Place. Saruman heeft hem gemaakt. Glenn heeft hem gemaakt. Dat is schitterend. Nou, mooi. Ik vind het echt een leuke woningetje. Heel leuk gedaan. Echt superleuk. We gaan door. Jullie mogen ook kijken, mensen. Kom maar kijken, hoor. Ja, ga er maar in, hoor. Ja. Je mag naar binnen, hoor. Je hoeft ons niet te volgen. Dan gaan we naar de heks. De heksenkamer. Durf je dat wel? Waar de toverdrank al klaarstaan. De tover. God, je loopt binnen. Je ziet ook echt overal. Zo. Oh, nee. Dat was Leroy. Kijk, hoor. We zien... Leroy zien we weer hangen. Maar hij heeft overal zijn hoofd geplaatst om te trollen. Ja, inderdaad. Ja. Irma ook, zie ik hier. Irma is op bezoek, ja. Twee keer. Ben je gewoon creeper en zombie ook. Nou, is twee keer te veel. Oh, sorry. Nee, waarom sloop je ze? Omdat Irma, dat kan niet twee keer zijn. Oh, ik kan hem niet meer plaatsen. Okay. Ze zitten op het raam zo, heb ik in het raam kunnen zijn. In het raam. Rode slaappaleis, ook nog stinkpaleis. Maar dat... Oh, leuk. Ook met dat schilderij wat ze combineert met je muur. Ja, leuk hè. Dat is echt leuk gedaan, ja. Dan kan je zo een borstje pakken. Heerlijk Disney... Snacks voor 1 euro, nu met... Wat staat er? Nu met gratis... Dat kan ik niet lezen, joh. Saus. Oh, saus, joh. En dan een Mickey kostuum. Dit is serieus. Leuk om te vertellen. Deze foto is gemaakt met 3 foto's in 1. Want dit was namelijk een painting al. Zeg maar, het is heel leuk. Het is een painting in een painting. Het is echt grappig. Ja, sterker nog. Die painting, die Mickey painting, staat hangt hier. Ja, daarnaast. Echt? Oh ja, klink. Ja, dat is, ja, dat is hem, ja. Dat is dezelfde. Super, nou Roby, leuke woning. Dankjewel. Kom je mee, Piet? Ja hoor. Piet. Oh, je hebt ook een heel groot schilderij. Leuk die ook, Roby, deze. Vind ik een mooie inrichting. Zie je ook Dennis nog staan, die probeert een hamburger te voeren aan het paard. Oh ja, schat. Echt leuk deze ook, hoor. Volgens mij is dit nog met de oude Main Street, want hier rechts zie je nog... Daar stond toen de oude Main Street, weet je nog? Ja. Ja, kijk maar, gele bloemen. Ja, en ook sowieso het pad. Dat is nog een oude foto. Een keer updaten weer ooit. Gaan we naar de volgende, die zit volgens mij aan de overkant. En die is van Giovanni. Oh, ze zit er. Nou, Jeffrey, bij deze wil ik je ontslag hallo. Sorry. Grap, kom nou eens naar binnen. Nou ben ik het zat. Dat floor. Achter die ramen de hele tijd, is niks voor een vrouw. Nee, maar... Hoop boeken ook? Ja, ik heb heel veel boeken inderdaad. En een mooie schilderij. Is het normaal dat bij jou koala's uit de kast komen? Biefster, kan je even kijken? Want we gaan... Ja, dan moet Biefster even checken. Ja, die hebben een hele leuke vloer ook, want het is allemaal carpets voor mij, hè? Ja, jeetje ja, aan de werk, dat wel. Joh. Hey, wow, carpets. Leuk uit. Ja, dat is normaal wat voor brandende carpets, maar ik kan er ja, ook wel van. Ja, je kan er ook wel van. En dan gaan we naar de laatste woningkamer. En die is van, mij. En, mensen mogen wel verloren dan allemaal, kom op. En hier staan twee arcadehallen, waar je dus een spelletje kan doen. De Aladdin en de Mickey, Mickey's avontuur aan Aladdin's wraak. Nu is het niet de vraag voor Jafar, maar Aladdin's wraak. Die neemt gewoon wraak op Jafar waarschijnlijk. Ja, hier is een drumstel en een piano. Ga maar spelen. Ik zet hem even aan. Vuurlize of Feest in Disney? Welke kan je? Vuurlize. Oké, dan die hebben we. Dat is mooi. Nou, het boekje staat er open. Kan je even lekker spelen. En Jeffrey gaat dat drummen. Mooi hoor. Waar Jeffrey? En Sylvano Reis heeft ook zijn koptelefoon op voor zijn oren, weet je wel, voor zo'n demper. Ja, nou, dat zou ik ook doen. Als de piano begint te spelen. Even lekker tukken, dat moest vast wel lukken. Nou zit het met Tukpaleis. 1 persoon natuurlijk. Oh, ik kan er wel een twee maken. Weer. Ja, ik kan er 2 van maken, zo. Kijk eens. Ja, echt hè. Nou jongens, wacht, we moeten opsluiten. We moeten opsluiten. Ja, oh shit. Ja,
Kijk, dat hebben ze allemaal. Met glas moet je dat zien eigenlijk. Wacht even. Dat wordt lastig. Die is ook allemaal dringen. Dat wordt een beetje glastig, denk ik hoor. Ja, kijk, heel snel in plaats. Kijk, dit is allemaal te loeren. Ja. Echt druk, jongens. Jullie wilt allemaal in bed? Ga allemaal naar bed. Kom. Allemaal in de plaats. Even lekker in bed. Kom, allemaal kroelen. Kom. Ga erbij staan, dan komen ze vanzelf wel. Hoe zit het er nu in, joh? Niet normaal. Nou, we gaan even verder kijken. Het is nog niet afgebouwd, maar dit is mijn kamertje. En die is, Henk woont in Amsterdam. Wat is die Henk nou weer? Die Henk staat overal verspreid, die Henk naam. Ook onder jouw naam, Roy. Het mysterie van Henk. Disney kan verliederen, Disney kan betalingen. Hier zit... Oh. Kom ineens bij jou uit, Gio. Dat is onze geheime plek. Mm. Wat nou, duurt zo, dat, zo? Zo gaan we niet meer. Kan zo, het even... s'nachts komt Gio naar... Zo. Oké. Nou mensen, ik wil zeggen bedankt voor het kijken naar deze Disneycraft aflevering. Vind je het leuk om ook gewoon zelf op je gemakje even te kijken naar deze woning? En dan kan het gewoon, je weet hoe de route is, je gaat vanaf de span, ga je gewoon naar achter de schermen. Ga je rechtdoor, linksaf, rechtsaf, naar voren en zo en je ziet het vanzelf wel. Kijk goed de video. Volg de bordjes. Kijk de vorige precies. Video, weet je het, ja. Volg de borden. Bedankt iedereen, Gio, Rovi, Piepster, Jeffrey, Pieter, Bram en natuurlijk alle bezoekers voor het meedoen aan de aflevering. Ja hoor. Doei doei! Doei doei! Doei! Doei. 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 Doei.